In deze video ga ik een futdraft doen voor 300 punten. Maar het is geen normale futdraft. Van elk potje in de futdraft moet ik telkens 1-0 achterkomen. Veel plezier met kijken. Voordat deze draft gaat beginnen, wil ik eerst even kijken naar mijn team. Voor de mensen die dat niet hebben gezien: dit is momenteel mijn team. We zien hier Ellison op goal. We hebben in de verdediging Gomez, Militao, Walker en Mandy, Mondy. heb ik op op middenveld vol verder. Um, Bruno Fernandez en De Jong, Bruno Fernandez en De Pai wisselen dan in game. En dan hebben we voorin Dembele, De Pai en Rash. Ik heb momenteel op mijn account heb ik 130k munten. Hebben jullie een upgrade? Laat het even weten in de comments, want ik heb een upgrade nodig voor mijn team. Misschien niet best wel nu nog, maar als jullie een upgrade weten binnen het team, gooi het maar even in de comments. En dan uh, gaan we nu over naar de draft. Elke wedstrijd op een eenlach. Veel plezier met kijken. Goed, dan zijn we dus aangekomen met de verdraft. Ik moest hier opstellen en kiezen. Ja, 4-3-2-1 was hierbij gewoon het meest toepasselijke. Um, ik ga hier best wel snel doorheen. Je ziet hier gelijk Salah, Pele. Eigenlijk begint deze draft best wel chill. Um, hier moest ik gaan voor Engelsman. Dat is natuurlijk Keil. Op zich, jullie gaan zien, deze draft is niet verkeerd. Hier Mané of Greelys. Voor wie zouden jullie gaan? Laat het weten in de comments. Ik ging hier voor Mané. Mane is gewoon echt de beast. Ik heb hem zelf ook gehad in mijn team. Die man is on Unstoppable. Um, ja, hier op zich maakt niet uit. Ik dacht, Rondgier. Uh, die kan dan linken met. Nou, Pele. In dit geval. Hier, Wambisaka. Nou, ja, hier in principe. Ricardo Pereira of Cancelo. Cancelo is gewoon de tank. En hier dacht ik van. Op een, een Meccano. Maar ja, Matip past natuurlijk beter in mijn team. Ik had een beetje een Engels team. Dus ik dacht van. Uh, laten we het gewoon het beste Matip gebruiken. Um, hier ging ik van Boli. Past ook mooi in mijn team. Ook Engelsen. En hier Alex Telles natuurlijk. Want ja, maar ja, op zich Dest. Kijk, hij past hierbij niet in mijn tier. Maar Dest is ook bizar goed. 91 pace volgens mij. Niet normaal. Uhm, um, dacht ik. Want ja, die kunnen we, mooi, uh, even, kunnen we mooi even wisselen met Leno. Kan Schmeichel er mooi in. Dus uh, ja, hier chill wel. In principe de bank maakt me niet heel veel uit. Ik was op zich al redelijk tevreden met dit team al. Want ja, Salah en Mane, alle twee. Pauper snel, pauper goed. Pauper goede Premier League spelers. Um, ja, hier dacht ik even Greenwood of Saint Maximon, Maar ja, bro, die Saint Maximon is zo'n tank. Ik dacht eerst, misschien kan ik hem wel super sub gebruiken. Maar jullie gaan zo meteen zien dat eigenlijk. Maximon heb ik eigenlijk gewoon gebruikt in mijn, uh, in mijn main team van de uh, Verdraft. Um, dit waren allemaal spelers van... ik denk van ja. Het maakt in principe niet uit wie ik hier ga kiezen. Ik dacht, uh, Nou, uh, in principe juist wel. Deze heb ik namelijk gebruikt in mijn team. Ook nog Saint Maximon zien jullie hier. Ook gebruikt in mijn main team. En daardoor. Kwamen wij op een hele mooie 100 teamgeest? Um, en hier dachten ja, Ocean Man past misschien wel erin. Maar ja, ik kon natuurlijk misschien beter gaan voor Venetius. Als super sub. Uh, maar ik dacht misschien Ocean Man vooral Spits. Um, en hier maakt het op zich ook niet veel uit. We hebben een heerlijke 100 teamgeest. 83 beoordeling. Nou, ik wist nog even, de uh, p kan die er namelijk in. Uh, gelijk aan het begin van de wedstrijd. En verder hebben we, denk ik, wel een prima wedstrijd. En ik heb hier zelfs nog een 184 draf van gemaakt. Is een dikke W. Is een dikke prima. Hier nog even een manager uitkiezen. Dat is natuurlijk moois. En dan uh, hebben we hier dus een 184 draft uit. Dan gaan we beginnen, denk ik. Dit is dus het team waar ik mee speel. Dan gaan we naar door naar de eerste pot. Game 1. Moeten we tegen SC houden. Hem. Leuk, leuk. Uh, ja, op zich wel een leuk ding. Maar jullie gaan niet zien. Jullie gaan niet zien. Wij moeten hier gewoon 1-0 achter komen. Wat doe ik? Kijk, ik moet elk potje 1-0 komen. Wat doe ik? Ik vergeet hem in de goal te schieten. Alsnog, ik deed hier niks. Ik liet de keeper uitkomen. Ik deed geen knopje, dus hij kon hier alsnog de 1-0 maken. Dus daar sta ik alsnog 1-0 achter. Maar ik ben met domme Brijs. Schiet die bal gewoon helemaal over. En uh, dan hebben we hier Messi. Messi, beast. Op Salah. En Salah maakt al direct in de 16e minuut de 1-1. Top. Ik denk van, ik kan deze echt wel winnen. Deze moet ik doorpakken. Cancelo, op Maxime. Sala. Heerlijk de langs En dan, ja, in principe, ik weet niet wat hier gebeurt. Ik wil uithalen. vooraan ligt al. Krijgt hij ook nog eens rood. En ik denk van ja. Deze panel, als ik deze erin schiet, heb ik sowieso al gewonnen. Maar. De keeper stopt hem. De keeper stopt hem. En dat betekent dat er nog kans is voor hem. Ook al heeft hij rood, het kan nog. Maar ja, we hebben natuurlijk Messi. We hebben natuurlijk Messi. Die. Je ziet hier. Als ik die man ooit in mijn team heb, dat is dus zo'n. Bizar verschil, want hij kan zo snel draaien. En dat is zo ontiegelijk irritant voor de verdediger, zeg maar. Ja, en hier zie je, dat is een heerlijke aanval. Salah, één kapbeweging. En hij pompt er alweer in. Salah is ongekend goed, dat is echt niet normaal. Um, ik denk ja, bij 2-1 en een rode kaart voor hem, moet het in principe al een gewonnen wedstrijd zijn. Hier nog Messi met een dubbel kruisje. Werkt heel goed. En dan uh, wie scoort anders dan Mo Salah? Wat een beest, wat een beest, wat een beest. 3-1 voor. Hij heeft de rode kaart. Ik denk: van, ik moet deze over de, over de helft trekken. 51ste minuut. Heerlijk van mij, nee. Salah, ik stop hier even. Hij denkt: ik ga terug. Nee, ik ga door. En wie scoort er anders dan? Weer Mo Salah. Met een 4-1 uiteindelijk. Dan denk je: Jordi, dit moet je gewonnen hebben. Nou ja, dan hebben we hier een fantastische paas van Messi. Dan denk je hier: ai. En dan uh, krijg ik hem hier ook nog met alle geluk mee. Wordt het 5-1. En natuurlijk gaat hij daarbij een ritje Game 2 volgens mij tegen een Nederlander. Sterling Salah. Snelle buitenspelers. Kijk, ik kan... Dat is wel leuk. Hij komt hier op een 1-0. Dus ik kom weer achter op een 1-0. Want elke wedstrijd moet. Maar ik wou hem er zelf inschieten, Maar ik kwam die bal niet. Hij, hij scoorde gewoon. Ook prima. Dan in een 9 minuut al. Komt hier Cancelo. Heerlijke voorzet op Frenkie de Jong. En die maakt gelijk aan. Dat is heerlijk. In de 7 minuten 1-1. Dan denk ik van... Mm, hier zit misschien wel iets in. Hier verlies ik heel de bal. Ja, hier. Fantastisch gedaan door Brownhill. Of misschien... misschien sco Brownhill scoorde. Geen Frenkie de Jong. zeg ik. Maar nee, hierdoor. En maar nee. Hele, hele vieze sweat. Maar alsnog. Messi scoort een heerlijke 2-1. Um, dan denk ik van, ik moet doorpakken. 35 ste minuut. Messi gaat er langs. En scoort de 1-2. Oh, sorry. 1-3 alweer. 1-3 alweer. Messi is on top voor hem. Hebben we hier Messi met een heerlijke bal op Pelé. En daarna balrol van Pelé. En die scoort de 1-4. Nog net voor rust. En ja, deze Nederlander waarschijnlijk. Die dacht ook van: weet je. Dit is niet meer te doen. Game 3 tegen Ronaldo. En verder eromheen valt het team mee. Um, hier krijgt een corner tegen. En ja, jullie weten het. Ik moet 1-0 achterkomen elke game in fitter futterhoofd. Dus ik moest hem er weer zelf inschieten. Dan gaan we door met Maximan. Vijfde minuut, dames en heren. Vijfde minuut. Lionel Messi, niet Masala. Ook niet, want het is buitenspel. Maar let goed op. Gelijk na die aftrap, gelijk of na aftrap naar die buitenspelval. valt. ik eens dus nog in de zesde minuut. Maken wij al direct de 1-1. Dat is fantastisch, dat is een heerlijk gevoel. Maar hij geeft hier een heerlijke bal. Ik heb er niks tegen in te brengen. En ik weet ook niet wat hier gebeurt. Dit is een echte grootste chappies ooit. Ik weet niet wat hier gebeurt. Hij... Ik paas hem letterlijk, een soort van een hem. Ehm. Um... En hij wordt beter. Je merkt gewoon dat hij beter wordt. Dus ik. Ik moet een keer scoren. Dan hier met Pelé. In een 65 e minuut. 2-2. Heerlijke goal. Hij ging met zijn kippen op bewegen. Ik moest eigenlijk de andere opzoeken. Maar ik had al geschoten. Dan hier twee minuten later. Dit is een fantastische aanval. Messi op Mane. En Mane rond hem. Heerlijk binnenkant voetje. Rond hem af. Dat zal Ja, ik. Ik, ik klik hier verkeerd. Ik selecteer mijn volledige fout. Waardoor hij er gewoon ietsje langs kan. En dan wordt het gewoon 3 tegen 3. 78e minuut. Deze overstap van Salah is fenomenaal. En nee maakt hem dan af. Was ook niet heel moeilijk. Is gewoon een inticketje. Maar die overstap van Salah. Fantastisch. 90 ste minuut. In principe al gewonnen. In principe al gewonnen. Hier nog maar nee. Heerlijk overstapje. Weer terugleggen op Messi. En Messi maakt het eigenlijk nog de 5-3. ...betekent dat wij in de finale staan. De finale is tegen een redelijk team. Uh, natuurlijk moeten wij weer starten met een 1-0 achterstand. Maar dan al in de 14e minuut... ...in de finale komt hier een fantastische aanval. En wie scoort hem anders dan Lionel Messi? Maar ja, ik ga hier uitkomen en dan... ...ik weet niet wat hier gebeurt. Ook met een heel raar gelukje krijgt hier, hij hier al 2-1. Uit de corner wordt het zelfs 3-1... En dan moet je hier zien wat hier gebeurt. Rashford gaat hier heel gemakkelijk. Mijn eigen fout. Kijk wat hier gebeurt. Ik denk hij gaat terug. Hij gaat niet terug. Hij gaat alleen maar recht door. En uiteindelijk kan hij gewoon easy afleggen. Wordt het 4-1 nog in de eerste helft. Ik, daarna ging ik alles druk zetten. Ik ging 70% of zo. Of 70 ging ik omhoog. Dan zie je. Er komt zo ontiegelijk veel vrijheid. En gaat hij dan met een zo geweldige bal de 5-1 maken? Ja. Wat een fantastische bal. Dat is echt bizar. Dat doet hij. Ik weet niet wel, wat voor knoppen dat zijn. Maar dat. Doet hij heel netjes. Messi dan. Messi met een gelukje meegekregen. Maakt een 5-2. Ik dacht, misschien hebben we nog hoop. Maar. Jullie gaan het zien. Deze man. Het uh, was echt een ander niveau. Was echt wel, echt wel. Misschien wel beter. Ik kom hier heel dom uit bij mijn keeper. En dan maakt hij uiteindelijk de dus 6-2. Maak ik nog wel een treffer Met Ocean man, De wisselspeler. Uit een lastige hoek. Maakt hij nog een hele mooie doelpunt. En dan is het uiteindelijk geworden 6 tegen 3. En was dit uiteindelijk, ja, we gaan door naar het pakket, We beginnen met een gouden pakketje. Ik verwacht niet dat er iets in zit, maar toch, ik gooi een live reactie erbij. Um, dit is namelijk een live reactie. Die vorige was gewoon een, ja, commentator uh, soort van. Maar dit is gewoon een live reactie, want ja, je weet maar nooit. Stel er zit iets in, kan het alsnog wat toepassing zijn, maar nogmaals, ja, ik denk niet dat er überhaupt iets in gaat zitten. We gaan door naar het volgende gouden pakketje. Um, ja, als hier iets uitkomt, dan vind ik het wel heel bijzonder. Een überhaupt een speler zou ik überhaupt wel waarderen, man. Überhaupt een speler. Alsnog vind ik misschien wel slechte packs. Je bent toch tot de finale gekomen. Kijk, ik heb nu al een paar drofts gewonnen op een rij. Maar toch, je bent toch tot de finale gekomen. Dus op zich, ik vind wel dat je überhaupt iets moet gaan packen. Dus ik vind wel een minimale speler vind ik het wel waard. Maar ik heb er heel weinig vertrouwen in in, in zo'n gouden pakketje. Ja, hier komt dus gewoon helemaal niks uit. Maar we hebben nog één kans. We hebben nog één kans. Het laatste pakketje. Uh, ja, komt daar geen bordenspeler uit? Dan, uh, dan is het gewoon poep. Dan is het gewoon helemaal dramatisch. We sturen dit gewoon lekker naar de club. Uh, hier ja, Dat kun je misschien voor iets meer verkopen. Maar ik ga het gewoon lekker snel verkopen. Het laatste pakketje. Ik hoop oprecht. Het gouden Premium pakket is gewoon een 7,5k pakketje, volgens mij. Ik hoop oprecht dat er iets goeds in zit. Zo niet, dan is het gewoon rip. We gaan hem openen. Ik hoop op een border speler. Dat, dat, dat kan me nog een beetje saven van deze draft. Dat kan me nog misschien een beetje blij maken. Hé, hey, een border. Kijk. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Icardi. Icardi, oké. Okay. Weet je, het is <laughs> het is niet de beste, maar ik ben blij. Ik had überhaupt verwacht dat ik niet überhaupt, uh, überhaupt een ding zou pakken. Een, uh, een border speler. Maar het is prima. Dit is 3 ks Nou, niet eens. Dit is 1k. Nou ja. Het is toch iets. Uh, Matuidi pakken we ook nog. Is die nog iets waar? is ook nog een 2k waard, denk ik. 2, 3k. Ja, een 2k denk ik. Een 2k. Een 2k waard. Uh, is toch iets? We we nog een Jan van Tongens. Volgens mij helemaal niks waard. Is helemaal niks waard. Volgens mij. Nee. 800 muntjes. Uh, we zetten hem gewoon op voor. 57. Als het wat verkocht wordt, verkocht. Zo niet, dan uh, gaan we gewoon lekker quicksellen. Oké, okay. kort samengevat, dames en heren. Thanks voor het kijken. Willen jullie meer FIFA-videos? Laat het weten. En gooi even een like. Ik vond deze challenge sowieso geslaagd. Hebben jullie nog meer challenges, ideeën? Gooi het in de comments. Elke draf moest op een 1 laagstand komen. Ik denk dat hij echt wel haalbaar is. Alleen ja, de laatste. Hij was niet slecht. Hij was ook niet de beste. Maar hij kon er echt wel van. Hij was echt wel een klasse beter dan ik was. Maar uh, ja, voor de mensen die zich afvragen van ga ik nog weekend streamen? Ja, zaterdagochtend en zondagochtend ben ik live met weekend. League. Ik ben gekwalificeerd. Dus uh, jullie gaan het zien. Welke rang ik geëindigen. Wees zaterdag of zondagochtend bij om 10 uur s ochtends. Dames en heren, tot dan. Adios. Abonneer.